met Stevie. Oh my god, ik wou dat jullie konden voelen hoe zacht het is. Echt niet normaal. Ik heb gewoon zo'n kop. Gewoon... Oh, dat... Goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik ga zo meteen even wakker maken van haar ochtend-middag slaapje. En dan breng ik haar even naar mijn schoonmoeder. Ik heb zo meteen een meeting voor iets superleuks. Ook iets nieuws. Ik weet niet of ik daar iets over mag vertellen. Maar zodra dat mag, laat ik het jullie weten. Ja, het is echt een super mooie dag vandaag. De zon schijnt. Heerlijk weer. Dus ja, let the day begin. Ik heb gisteren sushi gegeten. En wie heeft dat ook? Door die sojasaus. De volgende ochtend, jongen. Ik heb gewoon zo'n kop. Gewoon... Oh, dat zout is echt zo slecht. Oké, ik ga even wakker maken. En dan op naar mijn schoonmoeder. Yo, ik ben met Stevie. Hallo. We gaan nu lekker wat eten. Bij de Food Health. Bij de Food Health, ja. Super lang niet geweest. Nee, inderdaad. Zin in ook. Zin in wijn ook nu. Oh, god. Ja, jij wordt net wakker. Ja, ik word net wakker, maar goed. Met wijn dus. Met wijn, ja. Nou, here's dim something. De witte sesambolletjes die gaan dus met het witte sausje. Oh, lekker. Dit is garnaal. Oh. Voor de vegetarians. Yes. Voor de non-vegetarians. Yeah, no. En dit is groente. I love it. Bye. Zo, goedemorgen. Ik twijfel of ik deze vlog ga doortrekken of dat ik weer met een nieuwe dag begin. Als dit één vlog is, hi, welcome back. Als het een nieuwe vlog is, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video, jongens. Ik ga racen, want ik ga even mijn nagels fixen. Dit is er aan de hand en dit is aan de hand... Terwijl het eigenlijk deze lengte moet zijn. Vet stom, ik heb mijn vinger vet hard gestoten. En ook deze duim. Dus ik ga zo naar Ilona, die gaat voor mij fixen. En dan gaan we helemaal voor een nieuw design. Christmas nails, ben heel benieuwd. Ik had al een afbeelding laten zien wat ik ongeveer wou. Maar ja, Ilona heeft ook altijd superleuke ideeën. Dus we'll see. Ik heb een superleuk pakketje gekregen van Ivy Lee. En Baby Zen. Ik heb namelijk, of wij hebben namelijk, een super toffe buggy gekregen van Baby Zen. De yo-yo. En omdat het nu winter wordt, hebben we een winterset gekregen. En die ziet er als volgt uit. Dit is de winterset. Dus hier kan even gewoon lekker in. Oh my god, ik wou dat jullie konden voelen hoe zacht dit is. Echt niet normaal. En nou ja, ons buggy heeft deze toffe kleur. Dus gewoon helemaal matchy-matchy. Oh, I love it. En het zat in deze doos met een super lief kaartje. Dat het kouder wordt en dat het ook tijd wordt voor lekker warme koekjes uit de oven. Dus wij hebben ook gewoon een super, ik vind het er zo leuk uitzien, koekjesmix. Kunnen we koekjes bakken. En dit boek, raad eens hoeveel ik van je hou. Nou, dit is echt zo ontzettend lief. Dankjewel. Ik vind het heerlijk dat ik nu de winterset heb. Want dan kan ik gewoon lekker met Eve wandelen in de baby's en yo-yo buggy. Ik vind het echt de allerchillste wagen ever. We hebben ook een bugaboo en ik... Merk gewoon dat ik veel vaker de Baby Zen pak. Omdat die veel chiller is met uit- en inklappen. En het is echt een soort van ja compacte wagen. Maar wel heel stevig. Dus ja, I don't know. Ik pak veel vaker de Baby Zen. En Mick die pakt dan iets vaker de Bugaboo. Of zo. Maar goed. Ja, ik ga racen. Ik ga mijn kleding aandoen. Kleding aandoen heb ik al aan. Jezus, wat is dit? Verdam. Ik kan echt niet praten. Oké. Goed, ik ga mijn schoenen aandoen. En dan ga ik naar Ilona. En daarna meet ik Mick en Eve
verder in de stad. Oké, mega rare overgang, I know, maar ik heb gewoon niet meer gefilmd. Ik weet ook niet hoezo, want ik had mijn camera gewoon mee, maar gewoon living the moment. Ik had verder nog een superleuke meeting gisteren met Steven en Eva van een gastrobar. Want wij gaan namelijk met Oud en Nieuw een superleuk feest organiseren. Later meer over. Maar ik had vanochtend, had ik om 8 uur een telefonisch interview voor Top 2000 Live. Dus dat heb ik gedaan. En ik ben hier met Evie. Hi. Ik ga heel even snel filmen. Het is vandaag best wel een beetje een hectische dag. Het is pakjesavond. Dus we gaan vanavond alle cadeautjes openmaken die Sinterklaas heeft gegeven. Voor Eve. En dit vieren we gewoon lekker met familie en zo. Super veel zin in. Dit is dus een super gekke overgang. Ik weet niet of ik... Ik ga bij deze even video afsluiten. En dan begin ik morgen met deze dag. Dus dan zien jullie hoe wij pakjesavond vieren. Verder heb ik een super spannende luistersessie. Ik heb namelijk nieuwe muziek voor jullie klaar liggen. Mega spannend. Ik kan nog niet zeggen wanneer het allemaal gereleased wordt. Want het is echt nog beginfase. Dus, maar goed, ik ga voor deze de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie morgen met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Mwah.